Vandaag 7 tips voor het kopen van een nieuwe monitor. Nu, in tijden van corona, veel meer mensen moeten thuis werken, is er een waarlijke run op monitoren. Maar waar moet je nou op letten als je een nieuw scherm gaat kopen? In deze video nemen wij 7 belangrijke tips met je door. En we gaan dadelijk eindigen met tips voor gaming monitoren, maar laten we maar eens even beginnen bij algemene tips. En dan is misschien wel het formaat het allerbelangrijkste. Ja, want je kan monitoren letterlijk een ja, beetje in alle beeldmaten kopen. In ieder geval variërend van zo'n 20 inch tot en met wel 50 inch, en dan ook nog in verschillende beeldformaten. Nou, daar zullen we het later over hebben. Maar laten we inderdaad eens even beginnen met die resolutie en er dan vanuitgaan dat we het over een normale 16 bij 9, dus een normale breedbeeldmonitor hebben. En um, grosso modo, dus het is een beetje een spuizregel, maar kan je dan zeggen dat een 24 inch monitor is 1080p, dus Full HD het prettigst? Voor een 27 inch monitor is BQHD het prettigst om mee te werken. En voor 32 inch is uh, 4K het prettigst om mee te werken. Ja. En en in ik, alle ik, gevallen ik, hebben we het over uh, werken zonder beeldschaling. Ja. En WQHD hebben we dus over 2560 bij 1440 pixels, bij 4K 3840, bij 2160. Het is inderdaad zonder schaling. Je kunt die schermen ook met een hogere resolutie nemen, dus met meer beeldpunten, maar dan moet je in Windows gaan instellen dat alles 125% of 150% of misschien nog wel meer moet gaan schalen. Ik moet wel zeggen dat gaat anno 20, t, t, 2020 een heel stuk beter dan een paar jaar geleden. Ja, dat is waar. Alleen moeten we er wel een kanttekening mee plaatsen dat het niet bij alles perfect gaat. Want je hebt inderdaad, je hebt gelijk, je hebt ook bijvoorbeeld 27 inch 4K monitoren. En het voordeel is dan dat je de individuele pixels nog minder goed ziet. Maar als je dan dus één op één alles weergeeft, wordt tekst wel heel erg klein. Nou, pas je van die schaling toe, dan rekt Windows feitelijk alles uit. Hou je wel dat voordeel van dat je die pixels niet ziet. Uh, maar zijn je letters wel weer groter, om het maar eens even heel simpel te zeggen. Ja. En je, je geeft recht al aan, het gros van de software gaat er, gaat er perfect mee om. Uh, maar als je bijvoorbeeld met beeldbewerkingsoftware of met videobewerkingsoftware van bijvoorbeeld Adobe werkt, ja dat gaat nog altijd niet echt helemaal perfect. Dus wil je het zeker voor het onzekere... en wil je, wil je dat beeldschaling uh, wil je dat eigenlijk niet gebruiken... dan zeggen wij dus, kies voor 27 inch gewoon WQHD. Sowieso moet ik zeggen dat voor zakelijke toepassingen, voor, voor werk... Uh, heb ik zelf het gevoel dat 27 inch met WQHD dus... dat dat een beetje de sweet spot is. Dat is een resolutie waarbij je heel, heel prettig nog twee schermen naast elkaar kunt zetten. Dus bijvoorbeeld links Word en rechts Excel of... Links je e-mail en uh, rechts uh, je webbrowser. En er zijn gewoon genoeg pixels dat je van beide vensters gewoon nog voldoende data in beeld hebt. Uh, ik vind dat in ieder geval erg prettig werken. Ja, WQHD, ik zit hier zelf nu zelf ook achter een WQHD-monitor. Het is precies wat je zegt, je kan twee vensters naast elkaar, je hebt al voldoende resolutie op beide. Want voor, voor, even voor de, de beeldvorming, WQHD 1560 bij 1440 beeldpunten, dat is 77% meer beeldpunten dan Full HD. Dus het is echt een hele smak meer wat je, aan, ja, wat je aan pixelruimte op je scherm krijgt en dus ook aan wat je aan extra informatie kan tonen. Ja, en je zou dan kunnen zeggen dat 4K eigenlijk voornamelijk interessant wordt. Als je bijvoorbeeld gaat foto bewerken en echt nog veel meer detail nodig hebt. Ja, en het is uiteraard ook allemaal een prijsspelletje. Want dat ja. laten we even bij deze tips buiten, buiten beschouwing. Uiteraard is alles budget gerelateerd. Ja. Maar uh, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dus kies je voor een monitor met meer pixels. Dan lever je voor hetzelfde prijspunt. op andere punten weer wat in, ja. uiteraard. Dat was uh, de eerste tip. Kijk goed naar het formaat en de resolutie. Dan uh, tip 2: de paneeltypes. Ja, dan komen we al snel uit bij mooie termen als IPS, VA... TN, uh, laten we ze toch nog maar een keer uitleggen. We hebben dat vaker gedaan in video's, maar het blijft van belang. TN is eigenlijk, ja ik zou bijna zeggen, wat ouderwetse beeldschermtechnologie. Staat voornamelijk bekend om de snelheid, wordt daarom ook nog steeds veel gebruikt in uh, gaming monitoren. Maar staat wat minder bekend om de beeldkwaliteit. Ja, en, en zeker al van oudsher was TN gewoon qua contrast en zeker qua kijkhoeken en ook qua kleurweergave gewoon echt niet goed. Inmiddels moeten we wel zeggen dat ook TN een stuk beter is geworden. Maar over het algemeen geldt dat TN uh, het moet hebben van zijn snelheid. Dus voor, voor gamers kan het interessant zijn. Maar voor de rest vind je dingen als contrast, kleurweergave en kijken hoe belangrijk moet je eigenlijk bij TN uit de buurt blijven. Vandaar dat wij eigenlijk voor algemeen gebruik TN monitoren afraden. Nou, dan zijn er dus twee paneeltypes die we wel uh, ja, kunnen aanraden. Dat zijn IPS en VA. Over beide hebben we trouwens uitgebreide artikelen op de site staan over het verschil tussen, PN, TN type, uh, tussen paneeltypes. Link daarvan vind je ook bij de beschrijving van deze video. Kort, heel kort door de bocht kan je zeggen dat IPS heeft betere kijkhoeken dan VA, dus als je het scherm onder een hoek bekijkt, uh, en dat geldt dus ook als je een groot scherm voor je neus hebt en je kijkt naar de hoeken, ja, dan ja. blijft uh, de kleurweergave wat beter, dan heb je wat minder last van kleurverandering. Nadeel van IPS ten opzichte van VA is dat het contrast wat minder goed is, met name omdat het zwartniveau niet, niet zo perfect is als bij VA. Ja, het, het IPS heeft wel een beetje de, 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 ik zou bijna zeggen het, het, het naamsbekendheidsvoordeel. Uh, IPS is bijna een soort synoniem voor, um, voor goede beeldkwaliteit. We moeten daar natuurlijk ook bij zeggen: de ene monitor is de andere niet. Het, het ene nee. type IPS-paneel is veel beter dan het andere. En, uh, en dus al wat je zegt, voor VA valt dus ook echt heel veel te zeggen. Ja, en VA heeft dus ten opzichte van IPS, dus ja, nogmaals, uh, de, de, de verschillen tussen twee zijn, zijn zeker bij de betere monitoren niet enorm groot. Maar VA heeft over het algemeen betere zwartwaarde, De dus zwart is zwarter, je contrast is daardoor ja. hoger. Terwijl de kijkhoeken over het algemeen iets minder zijn, wat zich er met name in uit als je onder een hoek kijkt, dat je dan iets meer kleurverandering krijgt dan bij, bij IPS. Ja. En, ook, en ook hier geldt uiteraard, je hebt goede IPS monitoren, je hebt slechte, je hebt goede VA en slechte. Dus het is niet een wet van made of pers, maar dit zijn een beetje de vuistregels waar je... Waar je ik niet mee kan houden. Ja. Dan de volgende tip. Moet je nou kiezen voor twee monitoren of voor zo'n extra breed ultra-wide scherm. Uh, ja, er zijn natuurlijk zeker bij, bij bedrijven is het werken op, uh, op meerdere monitoren, dat is steeds gebruikelijker. Want hoe meer schermruimte, hoe meer uh, applicaties je tegelijkertijd open kunt, uh, kunt zetten, en eigenlijk hoe productiever je kunt zijn. We zijn het al op een 27 inch WQHD-scherm. Is het prima om te werken met Twee applicaties, maar goed, als je nog meer dingen tegelijkertijd open wil hebben staan, dan kun je dus kiezen om meerdere monitoren naast elkaar te zetten. Maar je hebt dus ook tegenwoordig van die ultra-wide schermen, de extra brede schermen, bijvoorbeeld een uh, hele uh, 32 inch schermen. Die hebben over het algemeen dan een resolutie van 3440 bij 1440. Eigenlijk kun je zeggen, dat is zo'n 27 inch WQHD scherm, alleen dan nog wat breder. Ja, 27 inch qua hoogte is het eigenlijk gewoon een 27 inch WQHD-monitor. En ook qua verticale resolutie is dus exact hetzelfde. Je hebt alleen aan de zijkant nog een heel stuk erbij. Nou, dat kan inderdaad prettig zijn voor productiviteit. Want je kan gewoon net nog wat meer krijt. Al moet ik wel zeggen dat drie schermen naast elkaar op zo'n monitor is een beetje kiele kiele. En je moet ook over het algemeen ook nog wat, wat, wat software trucjes gaan uithalen om dat helemaal mooi netjes te managen qua Windows, window management. Uh, oh, voor oh, games oh, is het trouwens wel echt heel tof. Overigens om misschien daar meteen uh, maar wat over te zeggen. Uh, Microsoft heeft een iPad. ...voor Windows 10, die heet Power Toys. En daarmee kun je dat heel mooi configureren. Normaal kun je met, in Windows... ...met de Windows-knop en dan pijltje naar links... ...en naar rechts kun je... ...vensters eh, vastzetten aan de linker- en de rechterkant... ...van je scherm, maar met Power Toys kun je ook instellen... ...dat je het op, op drie plekken wil doen, bijvoorbeeld. Nou ja, uh, waardoor het is dat je dat zegt... heel hebben... goed gaat. Het is goed dat je dat zegt, want we hebben net ook een artikel over Windows Power Toys op de site gezet, met onder andere aandacht ook hiervoor. Dus ook dat zullen we linken bij de beschrijving van deze video. Dus dat is inderdaad iets om rekening mee te houden. Maar wat ik wou zeggen: die ultra brede monitoren is met name ook prettig voor als je creatief bezig bent. Dus bijvoorbeeld weer in Premiere of in Photoshop. Hè. Je hebt gewoon meer ruimte om je timeline en je verschillende vensters naast elkaar te zetten. En ook voor games is het echt super tof. Ja. En naast die ultra wide schermen waar we het over hadden hebben we tegenwoordig ook super wide. En dat is feitelijk gewoon, ja, eigenlijk twee WQHD monitoren naast elkaar wat je dan hebt. We hebben het dan over het algemeen over drie. Of 49 inch monitoren met een waanzinnige resolutie van 5120 bij 1440 pixels. Nou, ja, het zijn natuurlijk wel heel dure schermen waar je het dan over hebt. Maar zeker voor, voor dingen als race games is dat echt fantastisch. Ja. Alright, dan tip 4. Kies voor een monitor met in hoogte verstelbare voet. Zeker als je, hem, als je er de hele dag achter zit. Want de hoogte van het scherm dat is toch echt wel van belang. Wil je een beetje prettig kunnen werken en niet te snel last krijgen van je nek en je rug. Ja, ik bedoel, alle ergonomische wetenschap zegt dat, dat de bovenkant van je scherm in principe op, op je ooghoogte moet zijn. Nou ja, je kan uiteraard met de welbekende pakken papier gaan werken, maar het is gewoon niet fijn. En onze tip is dan eigenlijk ook. Eigenlijk altijd, behalve als je je monitor op een, op een monitorarm gaat plaatsen, wat, wat niet veel mensen zullen doen. Dus als je je monitor gewoon op zijn voet op het bureau zet, investeer eventjes wat meer in een monitor die een hoogte-verstelbare voet heeft. Waarbij je hem dus hoger en lager kan zetten. En dus echt op de ideale hoogte voor, jou, voor jouw zithoogte kan afstellen. En een paar jaar geleden betekende in hoogte altijd dat het prijskaartje minimaal 100 euro duurder was. Het prijskaartje minimaal 100 euro hoger. Um, die tijd is al voorbij. Uh, dit, ja. dit, 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 ook in het betaalbare segment kom je tegenwoordig uh, genoeg in hoogteverstelbare monitoren tegen. Dus er is eigenlijk geen reden meer om het niet voor te kiezen. Nee, er is eigenlijk weinig reden. En in het budget zie je inderdaad nog wel niet hoogteverstelbare uh, monitoren. Maar eigenlijk zodra je een beetje uh, geld gaat uitgeven aan een leuke monitor, zit hoogteverstelbaarheid erbij. Uh, en ik zou eigenlijk zeggen, dus ook altijd zeggen: ja, kies daarvoor. Kies, kies niet per ongeluk een model wat het niet heeft. Ja, dan uh, tip 5: moet je nou kiezen tussen een. Um, een curved scherm, ofwel een scherm met een ronding, of toch gewoon een, ja, laten we maar zeggen, ouderwets plat scherm. Nou, bij televisies zijn we er altijd heel, heel duidelijk in. Daar eh, is curved een drama, maar dat is ook voornamelijk omdat je met meerdere mensen naar een, uh, naar een scherm moet kijken. En als je nou van een hoekje naar zo'n gebogen scherm kijkt, is dat gewoon een beetje gek. In de televisiewereld is het ook redelijk uitgestorven, gelukkig. Ja, bestaat gewoon niet meer. Uh, maar in de, in, de, in de wereld van monitoren bestaat het wel nog, en daar is er eigenlijk wel wat voor te zeggen. Ja, en ik moet wel zeggen dat het, het ligt er een beetje aan wat je met een monitor doet. Um, ik, heb zelf, uh, uh, ik heb zelf al heel lang gezegd, ik wil altijd gewoon een plat scherm. Dat komt met name omdat ik ook veel in Photoshop doe en ik wil dat rechte lijnen ook gewoon optisch helemaal recht zijn. Terwijl als je monitor curved is, is het toch wat lastiger om dat soort dingen in te schatten. Uh, ik ben daar wel een klein beetje van teruggekomen. En zeker als je bredere schermen gebruikt, dus breder dan, uh, dan 16 bij 9 dus bijvoorbeeld zo'n zo ultra wide en zeker zo'n super scherm, wat echt gewoon, uh, zeker in de grotere beeldmaten, een hele lap scherm voor je, voor je, voor je beeldveld is. Ja. Dan is het eigenlijk gewoon wel prettig als het een beetje om je heen buigt en je dus ook de hoeken. Ja, Ik wil niet zeggen dat je er helemaal recht tegenaan kijkt, want dat is natuurlijk niet zo. Maar dat je er wat minder onder een hoek naar die hoeken kijkt. Dat, dat komt de, de kijkhoek ten, ten goede, want je kijkt dus iets minder onder een hoek naar het scherm, waardoor de kleurweergave dus beter blijft. En het is ook gewoon een Manier om je, om je scherm te ervaren ja. en wederom, want we, we hebben de game tips eigenlijk een beetje tot het einde waard. Maar zeker voor games is zo'n uh, zo ultra wide scherm met een koming echt gewoon fantastisch voor de gamebeleving, want je voelt je gewoon een stuk meer onderdeel van wat er gebeurt. Ja, ja, ja. dus eigenlijk zeggen we uh, bij dit standaard 16x916 16 staat tot negen schermen lekker plat, maar als je echt naar van die ultra wide gaat is, is zo'n curved scherm toch wel ja, te overwegen. Voor de grotere 16 ik zit hier nu zelf achter een 27-inch WQHD... dat gaat prima. Op kantoor heb ik een 32-inch 4K staan. Daarbij zou ik zeggen... zo, zo curved inmiddels al wel, al wel prettig worden. Omdat het is zo groot... en je, je zit er toch relatief dichtbij... dat het dan al wel prettig zou zijn voor die hoeken. Dus mijn, mijn, ik zou zelf zeggen... Tot 27 inch. Hè? Wederom een beetje de, de vuistregel, Maar tot 27 inch is plat prima. Daarboven valt er echt wel wat te zeggen voor curved. Ja, nou dan gaan wij zoals beloofd. Voor de laatste twee tips. En laten we even inzoomen op gaming. Voor gamers is natuurlijk één ding het aller, aller, allerbelangrijkste. En dat is de snelheid van schermen. En dat is onze tip: let daar dus goed op. Dan hebben we het eigenlijk over twee dingen. Zowel over de reactietijd, namelijk hoe snel kunnen de pixels van kleur veranderen, maar ook over de zogenaamde input lag. Namelijk, hoe lang duurt het voordat het beeld wat de, de, de computer op de kabel zet, om het zo maar te zeggen, dat dat daadwerkelijk getoond wordt? Laten we maar eens even beginnen bij die reactietijd. Hoe snel kunnen pixels daadwerkelijk van kleur veranderen? Ja, en dat zie je natuurlijk altijd aangegeven op dozen, en uh, de, de marketing praat, is ziet er vaak 1 milliseconde, 2 milliseconden, dat geeft dus aan dat op het moment dat een pixel moet gaan veranderen, dus dat hij bijvoorbeeld van zwart naar wit gaat, hoe lang duurt het dan voordat hij die, die transitie, dus die verandering heeft doorgemaakt, en hoe korter dat is, hoe beter, want hoe, meer, hoe korter, ja, hoe sneller dus het beeld verandert, je hebt dan minder la last van na-eil-effecten, en je kan ook meer beelden per seconde gaan weergeven, dus dat is de volgende tip waar we het over gaan hebben. Dus dat is fijn, maar wat minimaal net zo belangrijk is, en het is een combinatie van beide, wat voor gamers belangrijk is, is dus inderdaad die input lek, dus als een videokaart het signaal verstuurt, hoe lang duurt het überhaupt voordat die monitor daar wat mee gaat doen? Dus hoe lang duurt het voordat die met die transitie van die pixel begint? En het is de combinatie van beide die de uh, snelheid van de monitor bepaalt. En, en jij noemt het is... al, uh, al marketingpriepraat, want eigenlijk kunnen we er heel kort over zijn. Alles wat je in specificatie van fabrikanten leest of op de doos leest, het slaat over het algemeen helemaal nergens op. Dit moet je echt meten. En, ja. nou, en misschien een klein beetje zelfbevlekking, maar bij hardware info doen we dat voor honderden monitoren per jaar. En als je ze dus in de productvergelijker opzoekt, die geteste schermen, dan zie je het bij ze allemaal staan: zowel die reactietijden als die input lag. Ja, want die input lag, dat is het tweede punt, eigenlijk fabrikanten melden daar helemaal niks over. Dus je kan monitoren hebben die 1 uh, die milliseconde beloven, die dat dan over het algemeen niet halen, maar die best wel heel snel kunnen zijn qua reactietijd, maar in theorie gewoon een hoge input lag kunnen hebben en dan heb je dus eigenlijk nog, nog steeds geen heel snel scherm, dus nog steeds niet een scherm wat heel snel weergeeft wat er gebeurt of wat, wat, er, wat, wat jij doet of wat, wat je tegenstanders doen. Ja. Dus, het, voor beide geldt, uh, check, onze, check onze testresultaten. Want wij hebben, zoals je al zei, echt van honderden monitoren. hebben wij zowel testresultaten voor, voor de, voor de reactiesnelheid als voor de inputlek. En jij zegt terecht, die, die, uh, die marketingcijfers die op dozen staan, zeggen over het algemeen niet zoveel. Aan de andere kant weet je van één merk, als je binnen één merk kijkt, dus bijvoorbeeld bij, nou, ik, ik noem nu een, bijvoorbeeld een AOC of een Philips, om, uh, om een voorbeeld te noemen. Als je kijkt uh, en zij adverteren een monitor met één milliseconde, met twee en met vijf, dan kan je er over het algemeen uiteraard wel van uitgaan dat die met één wat sneller gaat zijn dan die van. Met twee, en zeker dan die van die met vijf. Ja. Uh, maar maar tussenmerken uh, is, het, is het lastig vergelijken. En zou je dus echt naar die testdata bij bijvoorbeeld ons in de site moeten kijken of bij andere monitor testers. En nog even heel kort erover, want we zeiden ze juist in tussen neus en lippen door, hoe lang het bijvoorbeeld duurt om een pixel van zwart naar wit te laten veranderen. Juist dat soort extreme veranderingen, die gaan wel snel. Het is voor Pixels veel moeilijker om van een. Donkere kleur, maar niet helemaal zwart, naar een lichtere kleur, maar niet helemaal wit te gaan. Vandaar dat wij ook altijd tests doen van 20% grijs naar 80% grijs en dan weer terug naar 20%. Eigenlijk is dat het allerbelangrijkste testresultaat waar je naar moet kijken. Ja, en daarvoor geldt ook nog, om het nog wat ingewikkelder te maken, en lees daar vooral ook de achtergrondartikelen op de site, maar je hebt dan ook weer te maken met overdrijf, wat monitoren toepassen, om dat soort dingen beter te doen, wat ieder in invloed kan hebben op de beeldkwaliteit, dus het is allemaal niet zo zwart-wit, om het maar eens mooi te zeggen, als wat het, als wat ja. het in één cijfertje kan klinken, maar over het algemeen geldt dat, dat, lagere dat lagere reactiesnelheden beter zijn dan hoger, en dat lagere input lag eigenlijk altijd beter is dan hoger, ja. als, je, als je zeker snelle games wil spelen. En dan de laatste tip voor gamers. Hoe zit het nou met die um, verversingsfrequenties en het synchroniseren met je videokaart? Daar gaan we het ook nog even over hebben. Een monitor die uh, geeft in voor het algemeen traditiegetrouw op een vast aantal keren per seconde toont hij nieuw beeld. In de regel was dat altijd 60 keer per seconde. Videokaarten daarentegen proberen in games zo snel mogelijk nieuwe, nieuwe beelden te berekenen. En dat, die komen niet op gezette tijden. Dus het, het, het berekenen van het ene beeld kan sneller gaan. En van het volgende frame in de game kan wat langer duren. Het resultaat: game en monitor draaien in de regel niet synchroon. Dat kan voor allemaal vervelende uh, artefacten zorgen. Maar daar bestaan tegenwoordig wel mooie oplossingen voor. Ja, namelijk uh, Adaptive Sync. En daar heb je verschillende namen voor. Je hebt de algemene term, de, de VESA-standaard, heet Adaptive Sync. Dat heet bij AMD FreeSync. NVIDIA heeft zijn eigen uh, standaard, dat heet G-Sync. Je hebt ook weer G-Sync compatible voor de, voor de duidelijkheid, wat dan weer uh, een uh, feitelijk adaptive sync of free sync is, wat met NVIDIA samenwerkt. Kort en goed komt het erop neer dat op het moment dat een videokaart zijn beeld klaar heeft, zijn volgende beeld, dat de monitor die, een monitor die dat ondersteunt, dus die, die, die adaptive sync ondersteunt, dat die op dat moment het nieuwe beeld gaat weergeven. Onafhankelijk van of dat nou op mooi gezette tijden gaat, of dat daar be, wisselingen inderdaad tussen de verschillende beelden in zitten. En, en het, het resultaat is, dat, is dus inderdaad extra soepel beeld, zelfs als je videokaart niet zo snel is met uh, FreeSync of G-Sync, zelfs als je je videokaart gemiddeld maar uh, noem het wat 30, 40 beelden per seconde kan berekenen dan alsnog ziet het er in de game gewoon vloeiend uit, juist omdat het gesynchroniseerd wordt. Juist, want het is juist ex exact als je onder die 60 Hz komt van wat je monitor kan produceren, dus als het niet lukt om 60 beelden per seconde te genereren, wat er normaal zou gebeuren, is dat uh, monitor geeft een beeld weer, wacht op een volgende beeld, dat is er nog niet, want de monitor is, want de videokaart is nog niet klaar, en laat dan dus feitelijk nog een keer hetzelfde beeld zien, waardoor je feitelijk twee keer naar hetzelfde beeld zit te kijken en je dus niet 60 FPS hebt, maar eventjes 30. Nou, dat zorgt voor allemaal rare stotteringen. en op het moment dat je dus adaptive sync hebt, vang je dat op, want op het moment dat de monitor niet 60 maar 59 beelden per seconde uh, weergeeft, uh, op enig moment gaat de monitor daar gewoon mee aan de slag zodra het ja. volgende beeld er is en merk je dus niet die schok van, van, 30, uh, van 60 naar 30 beelden per seconde die je anders wel zou merken. Ja, en daar nou bestaan ook nog andere oplossingen voor dat probleem. Er zijn namelijk ook tegenwoordig schermen die uh, veel vaker nieuwe beelden per seconde kunnen tonen. We hebben natuurlijk schermen die 120 hertz zijn of wel 120 beelden per seconde. We hebben zelfs 144 hertz en tegenwoordig zelfs 240 hertz en zelfs de allernieuwste 360 hertz schermen. Doordat eh, monitoren veel vaker een nieuw beeld kunnen laten zien, is als je niet zo'n eh, FreeSync of G-Sync technologie gebruikt, is in ieder geval de maximale eh, tijd tussen het, eh, het, het nieuwe beeld van de videokaart is klaar. en het kan daadwerkelijk getoond worden, wordt een stuk kleiner. Waardoor uiteindelijk het beeld ook al soepel wordt. Maar eh, het heeft nog een ander voordeel van die schermen met een hogere. Uh, frequentie. Want als je videokaart daadwerkelijk snel genoeg is om ook zoveel beelden te renderen, dan zie je gewoon vaker per seconde een daadwerkelijk nieuw beeld. En zeker competitieve gamers, die zweren erbij dat ze daardoor, uh, um, ja, gewoon beter kunnen presteren, sneller kunnen richten, ja. et cetera. Zonder meer, Ik bedoel, er wordt altijd gezegd: 60 beelden per seconde is voldoende. Het menselijk brein kan niet meer verwerken. Nou, dat is gewoon echt niet waar. Want als je een, een spel speelt in 60 of in 120 beelden per seconde, hè, met een videokaart die dat dus wel daadwerkelijk haalt, dus zonder die voordelen van, van adaptive sync waar we het net over hadden, maar gewoon echt het verschil tussen 60 of 120 beelden per seconde, dat merk je gewoon. Je merkt het in first-person shooters, je merkt het in race games. Het is afhankelijk van de snelheid van de game natuurlijk. En in een platformspel zou je er wat minder voordeel van hebben. Maar je merkt het echt. Absoluut. Dus op het moment dat jij een snelle videokaart hebt en je speelt bijvoorbeeld racegames die niet zo heel erg veel eisend zijn, of een, of een wat oudere shooter, of bijvoorbeeld uh, CSGO, hè, ja. waar het echt om millisecondes gaat, dan is een, een, een 120 of een 144 hertz scherm echt een grote meerwaarde boven 60 hertz. Moet wel zeggen, op het moment dat je naar hoger gaat, dus naar bijvoorbeeld 240 hertz, dan is de, 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 de winst ten opzichte van 144 of 120 wordt wel heel klein. En dan moet je wel echt een zeer gevoelige persoon zijn om uh, daar nog te grote onderscheid te onderscheiden. En het is die in, bekende in wet zeggen. van de afnemende meer op dus uh, zeker 360-hertz schermen, die zijn peperpeperduur, Eigenlijk kun je wel wel zeggen van tenzij je uh, het beschouwt tot een van de allerbeste en meest competitieve gamers ter wereld, is dat gewoon zonde van het geld. Ja, maar de stap van, van 60 naar 120 of van 60 naar 144, wat je tegenwoordig meestal ziet, en zeker 144 Hz in combinatie met FreeSync of G-Sync of uh, G-Sync Compatible, is gewoon echt een hele fijne voor gamers. Dus wil je een gaming monitor kopen, dan zou ik zeker aanraden om als het budget het toelaat te kiezen voor een high frame rate model, dus 144 of 120 Hz met Adaptive Sync. Let op de juiste resolutie en schermgrootte. Het juiste paneeltype moet je wel of niet twee monitoren kopen. In een hoogteverstelbaar scherm hebben we het over gehad. Curved of plat, de snelheid en de frame rate. Tot zover de zeven tips bij het kopen van een nieuwe monitor. Links naar verschillende achtergrondartikelen en natuurlijk naar die productvergelijker met al die testgegevens staan bij de beschrijving van deze video. Kon je onze tips waarderen? Geef ons een like op YouTube. Als je dat toch bent, abonneer je op ons kanaal. En als je abonneert, zet dan uiteraard die. Bel aan, want alleen dan weet je het zeker. Alle nieuwe video's van Hardware Info verschijnen dan automatisch op je YouTube timeline. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.